stop hoor, staat er op de shirts. Ja, wie is het daar in de wereld niet mee eens? Mooi gebaar van beide ploegen. De kleuren van Oekraïne. En zo hoort het ook. Even de opstelling. We beginnen bij die van Helmond Sport. Met veel vertrouwde namen. Vosu Mensah speelt voor De Bie. De Vieze is de vervanger van Keilegom. En voorop dezelfde namen als in de laatste wedstrijd. Met Beekman, Sijs en Gooselink. Dat zijn dus de elf van Helmond Sport. En dan naar de opstelling van Emmen. Met Veldmaten, Araujo, Veendorp en Burnett. Rui Mendes speelt voor Van Ooyen die op de bank zit. En Garsouche die we in beeld zien. Maken van twee doelpunten tegen Jong Ajax in de punt van aanval. Is goed. Romani, nee. Krijgt de bal niet goed mee. Begint hier dus bij Brouwer. Goed verlengd door Garsouche. Geen buitenspel. En Romani. En Van der Meer die nog goed staat op te letten overigens. Burnett. Als ze doen. Garsouche biedt zich aan in de 16. Vlak. El Atsouzi. Die kan voetballen. Veendorp. En dit is een goed schot. Garsouche met misschien wel de grootste kansen dusver in de wedstrijd. Ja, vandaag 9:45 gesloten. Weinig klandizie. Ja, even een lekker voetbalwedstrijdje kijken. Of zelf een patatje eten. Ja, als je er toch werkt. Even de patat keuren. Die zijn goed gebakken. Dat was bijna de eerste mogelijkheid voor Helmond Sport van Landschoot. Veldmaten. Heeft meteen weer Beekman bij hem in de buurt. Beekman. Kende natuurlijk voor een fantastisch seizoen bij NEC. Nu dus op huurbasis bij Helmond Sport. Garsouche met Rijt. Garsouche. Goed om zijn as gedraaid door Garsouche. Vlak. En daar is Beekman weer. Romani. Hij heeft de zaakjes aardig onder controle met zijn ploeg, Zwinnen. Veendorp dreigt zich vast te lopen. En Helmond komt ook in balbezit. Rijt. Sijs met Burnett. Laatstgenoemde wint. Assenoen vindt meteen Garsouche. Als ze doen. 2 minuten extra tijd gaat erbij komen. Bal gespeeld. Ondanks de 0-0 best wel een levendige wedstrijd om naar te kijken. En Zwinnen. Druk coachend langs de lijn. Veldmaten. Oeh. Veldmaten met een duur foutje. Want het is 0-1 van Landschoot. Nummer 10 van het seizoen. Een van de beste spelers van Helmond Sport. En zo komt Helmond Sport in blessuretijd van de eerste helft op een 0-1 voorsprong. Miscommunicatie tussen de aanvoerder Veldmaten en doelman Brouwer. En zo komt Helmond Sport uit het niets op een 1-0 voorsprong hier in Emmen. Ja, Helmond Sport is een angstgegner voor Emmen. Meteen weer druk van Helmond Sport. Dat doet de ploeg goed van Zwinnen. Speelt lekker agressief. Maar ja, kun je dat 90 minuten volhouden? Garsouche. Richting Romani. 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 Nee. Te wild ingeschoten.
Gooselink. Van der Sluis. Van Landschoot. Krijgt de bal niet onder controle. Was ook een lastige bal. Araujo. Veendorp. Meteen weer op de huid gezeten door De Vries. Die bezorgt dus helemaal sport. Balbezit van Landschoot. Nou, oh, Gooselink. Dit was een mogelijkheid hoor. Thuispubliek gaat er eens weer achter staan. Want Emmen bij winst kon de ploeg goede zaken doen. Richting de concurrentie. De nummers 3 en 4. Excelsior. Eindhoven. Want de nummers 1 en 2 die gaan rechtstreeks richting de Eredivisie. Nou. Oh. Slecht balletje van Garcouche. Is goed neergelegd. Maar ja, ook sterk verdedigd door Van der Meer. De inworp is wel voor Emmen. Van der Meer rekende op een vrije trap, krijgt hem niet. Veendorp. En goed geschoten. Veldmaten. Moussaiadio. De Vries van Landschoot. Iets te overijverig van de Sluis. De top ook wel eens aanvaller geweest, Dien van de Sluis. Ja, dit moet je als verdediger natuurlijk niet doen. Vrije trap snel genomen door Assenoen. Garcouche. De bal door alles en iedereen gemist aan de zijde van Helmondsport. Niet door Garcouche en Havenkotter. Garcouche legt hem terug. Nou, schieten. Wordt van richting veranderd in Havenkotter. Schot was van Mendes. Als ze doen. De Finn Assenoen. Goeie actie. En dan bij de tweede paal. Nee. Het zag er even weer dreigend uit. De omsingeling. Van Emmen. Assenoen. Net iets te hoog. Voor de spits van Emmen. Tufiki. Dan Soussi. Rijt loopt weer eens een gaatje dicht. Ja, daar moet je geen gekke dingen doen als Helmondsport zijnde. Van afstand dan eens een keer proberen. Hoekschop. Tufiki. Doelman blijft staan bij de tweede paal. Is op dat? Ja! Het is Araujo. Centrale verdediger. En weer scoort Emma uit een hoekschop. En hij doet het. Araujo. En de opluchting bij Lucky. Eindelijk, maar toch, is hier de goal voor Emma. Araujo lekker binnengeknikt. Sterk van de centrale verdediger. Doelman kansloos. En zo staat het 1-1. Moussaiadio, die heeft een goede voorzet. Drop in erover. Gaat dat werken? Nee. Garcouche. Bal gepakt door Havenkotte. Veldmaten. Pikt een bal op. Mendes. Kuzlu. Van der Meer zat er nog iets tussen. De Vries leidt balverlies. Minuut 87.
En Emmen wordt naar voren geschreeuwd door het thuispubliek. Komt hij daaraan? Kuzlu, nee. Luciano. De Vieze zet weer eens druk. El Asouzi. Lyon komt inlopen. Burnett. Er is de ruimte. Burnett. Komt al een rijt tegen. Nou, deze dan. Nee. Mendes. Rijt. Dit is een overtreding. Nee, bal gespeeld. Zo. Daarom werd hij natuurlijk gebracht voor Bastiaans weer. Deze Breugelmans heeft een goede bal. Rijdt nou bij de tweede paal van Landschoot. Hij doet het weer! Het is 1-2. En weer in blessuretijd. Oh, 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 oh. 1-2. Wat is dit een rare wedstrijd, zeg. Maar dit maakt voetbal leuk. Ja, ik vind het een overtreding. Scheidsrechter niet en die gaat erover. Rijdt. Voordeelregel toegepast. En dan Van Landschoot met zijn tweede. Dit is een kostbare nederlaag voor Emmen. In de strijd om promotie en het kampioenschap in de keukenkampioendivisie. Van Keijlegom. De weg is vrij voor Van Keijlegom. Van Keijlegom, nee, het is Brouwer. Wat een sensatie op dinsdagavond in de keukenkampioendivisie. En Van Landschoot is de man van de wedstrijd. Op twee keer over in blessuretijd. In de eerste en in de tweede helft. Scoort hij twee belangrijke doelpunten. De hekkensluiter Helmond Sport wint met 2-1 van Emmen.